We hebben dan misschien geen witte kerst gehad, maar wel een soort van witte after Christmas. Iets te laat, maar toch. Good job, Nederland. Goedemiddag inmiddels. Begin de vlog wat later, want we hebben lekker uitgeslapen. En nu zijn we aan het proberen om een internetprobleem op te lossen, wat we eigenlijk al heel lang hebben. En toen zaten we steeds op een andere internet, hoe noem je dat? Een ander netwerk van hier beneden, dat weten zij wel hoor. Maar ja, we wilden natuurlijk gewoon ons eigen netwerk, zodat we ook weer op de tv internet hadden, et cetera. Netflix. Een Netflix vooral. En gewoon omdat hij het gewoon hoort te doen. Dus toen hebben we een nieuwe modem van Ziggo gekregen. En die hebben we nu net geïnstalleerd. En nu moeten we als het goed is even wachten. Hij is geactiveerd. En dan zouden we zo meteen alles weer moeten doen. Dus ja, we hopen dat dat echt gaat lukken. Want als dat niet zo is, dan weet ik ook niet zeker of we nog terug kunnen naar wat we eerst hadden. En dan hebben we misschien helemaal nergens meer internet op. Dus, maar goed, we gaan er gewoon vanuit dat het gaat lukken. Dus even afwachten. Blijf positief. Kijk dan hoe lief Marco is voor de vogels. We gooien onze broodjes die we van het ontbijt van gisteren over hadden, gooien we op het dak. Alleen ik denk dat de vogels het te koud vinden om... Nou. Om zeg maar neer te komen. Maar kijk hoeveel. Oh, kom op, pak een stukje brood en vlieg weg. Dat kan best. Goed zo. Wij zorgen goed voor jullie als het sneeuwt hoor, jongens. Jij wil dus in de prullenbak gooien. Ja, Marco is idee, I know. Wat een goede daad weer. Woehoe. Oh, het heeft dus nog steeds niet geholpen. Echt, ik baal zo erg. En nu zitten we dus direct op de modem die echt helemaal beneden zit. En kijk nou, gewoon 136 minuten resterend, zegt hij voor een vlog. Echt gatver. Ik probeerde net het filmpje te kijken. Nou, dat laat hij gewoon echt voor geen meter. Dan moet je echt een uur wachten. Wil je hem een beetje fatsoenlijk kunnen kijken. En dan nog hapert hij de hele tijd. Dus eigenlijk is het nu alleen maar erger geworden. En waarschijnlijk zit het dus in de bekabeling tussen de modem en onze router. Want allebei zenden gewoon goed uit. Maar iets daartussenin werkt dus niet. Echt, ik word er helemaal gek van. Het speelt nu echt al een maand. Dus ik had zo gehoopt dat het nu zou werken, maar niet. Blah, ik baal nu al best wel van deze dag. Want ik was echt van plan om even wat andere filmpjes dan vlogs op te nemen. Voor de Ultimate Fashion Challenge had ik een heel leuk idee. En ik wilde ook een unboxing doen van een pakket wat ik heb gekregen. Ik wilde allemaal foto's maken. Maar omdat we tot nu toe gewoon zo lang bezig zijn geweest, continu met dat internetgedoe, heb ik nog helemaal niks gedaan. En het is nu al 3 uur en het is alweer donker aan het worden. Zo snel gaat dat. Ik kan eigenlijk altijd het beste eind van de ochtend filmpjes opnemen. Want vooral op zo'n dag zoals vandaag dat het sneeuwt, is hier gewoon bijna geen licht. Wat je misschien wel kan zien. Dus heel erg balen, maar goed, ik heb wel zoiets van, er komt toch elke dag wel een filmpje online, een vlog. Ik snap dat niet iedereen het leuk vindt, maar echt, als ik geen vakantie meer heb, dan stoppen de vlogs ook. En dan komen uiteraard weer sowieso 2 keer per week de gewone filmpjes. Dus ik hoop dat jullie dat begrijpen. En mijn hoofd staat er nu ook gewoon niet naar, omdat ik nu eerst dit geregeld wil hebben. En ja, nu komt zo meteen even de vriend van mijn moeder om te proberen of hij kan zien wat het eventueel is. Dus dat is wel heel fijn dat hij dat wil doen. En daarna ga ik even boodschappen doen en ik ga denk ik vanavond bij mijn vader eten. En dan kan ik daar eventjes wel wat sneller met internet werken. Het klinkt misschien allemaal heel overdreven hoe ik reageer, maar internet is gewoon best wel heel belangrijk voor mij. I know, oppervlakkig. Maar ik ben er gewoon veel mee bezig. En ook nu, doordat ik net iedere dag een vlog online wil zetten, is het gewoon super zuur. Want het schiet gewoon echt niet op. Dat dus. En ik kan ook niks kijken en ik baal er gewoon een beetje van. Nou jongens, hij is op 22% maar liefst en we zijn pas een uur bezig. Dat valt hartstikke mee. Trouwens, wat super lief wat mijn oma voor mij mee heeft genomen gisteren met kerst. We doen eigenlijk nooit echt aan cadeautjes bij onze familie met kerst. Maar ze heeft dit hele lekkere vest van de Hunkemuller voor me gekocht. En echt, als je dit voelt, niet normaal. Het voelt echt als een badjas, maar dan nog veel zachter eigenlijk. Ik geloof dat ik het wel eens heb verteld, maar ik draag heel vaak gewoon mijn badjas over mijn kleren heen als ik thuis ben. Omdat ik dat gewoon super lekker vind. Lekker comfy en zo. En nu heb ik dit vest en dan kan ik, ja, dat ziet er dan toch nog wel iets normaler uit of zo als je er een broek onderaan hebt. Dus dat is echt heel erg handig. Dus dankjewel oma, want oma kijkt mijn filmpjes. Dus ik ben er echt heel blij mee. En aangezien ik nu toch wat moet doen om me wel nuttig te besteden deze dag, ga ik de afwas doen van het kerstontbijt van gisteren. Want dat is nogal wat. Super lekker. Het ziet er zo gezellig uit met die sneeuw en al die lichtjes buiten. Luna, kom eens kijken. Kom eens. Oké, ik word gewoon dik genegeerd door mijn lieve kat. Het is ook eigenlijk te donker. Je ziet er amper.
Alleen de witte vlekjes. Oh. Mijn zusje gaat hier morgen nog een feestje voor haar verjaardag vieren. Een high tea, dus ze heeft het hele huis verbouwd. Super lange tafel, net alsof we nog een kerstdiner hebben straks. Hey mensen, ik ben nu eventjes bij mijn vader thuis. Ik ga hier lekker eten vanavond. Want Marco die werkt op zaterdag altijd tot 's avonds. Dus dan eten we meestal alleen. Dus het is wel gezellig als ik dan bij mijn vader eet. En het is nu ook wel eventjes handig, want kan ik toch even gebruik maken van het internet. Mijn vlog was net voordat mijn vader me ging ophalen eindelijk geüpload. Maar het heeft gewoon 6 uur geduurd, wat normaal een half uurtje duurt. Dus dat is gewoon echt niet normaal. Ik kan echt niet fatsoenlijk iets doen thuis. Dus het is best wel vervelend. Ik weet niet hoe lang dat nog duurt. Maar ja, het is even niet anders. Dat is mijn oude kamer bij mijn ouders. Kijk, Sarah's room. Dit had ik echt al vanaf heel jong. Ik heb al hiervoor ook nog op allerlei kleinere kamers geslapen. Maar ik heb dit bordje steeds meegenomen. Zo ziet het eruit. Maar heel veel is echt veranderd. Maar dit is nog altijd mijn kledingkast zoals die toen ook was. Mijn standaard. Ik speel cello. Hier staat nog altijd mijn standaard. Lessenaar. Donkerrode rolgordijntjes. Dit was mijn bureau. Die had mijn vader gemaakt. Super groot. Maar hij lag altijd vol met zooi. Nu, dit zijn denk ik nog heel veel mijn spullen. Echt erg. En hier ook in dozen. Maar dat zijn gewoon dingen die ik echt niet echt nodig heb. En ja. Hier ligt een bed. Dit is niet mijn bed. Ik had mijn bed meegenomen. Maar hier is nu een soort logeerbed. Want mijn zusje die woont op kamers in Amsterdam. En die is dan het weekend vaak hier. En dan slaapt ze gewoon bij mijn vader. Dakraampje. Hebben jullie ook mijn oude kamertje gezien? Hey Minoesje, hey liefie. Hoe is het met je? Kom maar. Kom maar. Wil je naar buiten? Wil je naar buiten, Minoes? Het is vies weer hoor. Ja, het is heel vies. Minoesje is een beetje zielig, want ze heeft steeds hele grote uitslag. Kijk, je ziet hier een beetje. Ze heeft gisteren weer een antibiotica prik gekregen, omdat ze gewoon echt super allergisch is voor bomen, stof, alles. Echt heel zielig. Die antibiotica wil je eigenlijk liever niet geven. Maar ja, nu is ze wel weer gelijk een stuk vrolijker. Dus heeft ze minder pijn. Dus dat is fijn. Dag Noesje. Weet je het zeker? Zo koud. Hey, ik ga de vlog van vandaag nu vast afsluiten, want nu kan ik hem hier bewerken en alvast inplannen voor morgen. Rekening houden met het internet. Sorry, ik zal het er niet meer over hebben. Maar dan weet ik gewoon zeker dat het morgen online komt, dus dat is heel fijn. En ja, ik hoop dat jullie deze vlog toch leuk vonden, ook al was het helemaal geen interessante dag. En was het misschien een beetje een zeikvlog, maar hopelijk wordt het de volgende weer wat leuker. Ik ga mijn best ervoor doen. Doeg! Everybody. Rock your body right. Ik doe niet veel. Backstreet, back. Street, back.